gast, dit is stoppen van abuse. Ja, we zitten in de barrier, zitten we hun te PvP'en. Ja. Hallo mensen op Potron, tof dat jullie... Oh, wacht, ik word gebeld, ik hang even op. Oh shit. Oh, hallo, met wie spreek ik? Je moet je telefoon op stil zetten, joh. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, volgens mij is je belt er goed op. Hallo mensen op Potron, tof dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Dit is echt de kutste intro die we ooit hebben gedaan. Sorry, ja, man. Jun en ik zijn vandaag op Ferix. En we zijn niet alleen. We zijn met deze drie mensen, die Island heten. En hey. We zijn met Esmee. Hoi, Esmee. Hoi. Wat is je stem veranderd, Esmee? En ja. Gino en Esmee samen... Nee, Steven, je raakt in de war. Dit is de vriendin van Dylan, Esmee. Oh, dat is weer anders. Juist. Wat doe je hier eigenlijk, Esmee? Ik heb geen flauw idee. Oké. Okay. Scheer je weg. Oké. Okay. Zie je zo'n schaar voorbij komen? Niet lachen, doe normaal. Ja! Oké, wij zijn vandaag dus weer op Ferix en deze gast heeft echt een zieke cape. Voor mij is dit een Mycon cape, Gino. Ja, gast, ik wil het zo graag, hè? Iedereen wil dat. Weet je hoe lang wij vroeger naar een Mycon cape gingen zoeken? Maar je kan het niet krijgen. Oh, shit. Ben ik weer op mijn eiland. Gast. Als iemand weet hoe je dit krijgt, deze Mycon cape, laat het me weten. Ik wil dit graag hebben, dankjewel. Waarschijnlijk kan dat niet, maar oké. Gast, wat ben je aan het doen? Wij zijn vandaag op Ferix. Het IP staat hier in het scorebord, zullen we ook in de beschrijving zetten. En wij gaan vandaag iets geniaals doen. Wat wij vandaag gaan doen op deze server is geniaal. Wij gaan namelijk onze perms gebruiken op deze server. Wij hebben namelijk owner permissions op deze server gekregen van de echte owner. En wij gaan die zwaar misbruiken. Dus we gaan gewoon een dikke staff abuse doen. Oh, en we gaan vechten op factions. Alleen deze factions is leeg. Want deze factions komt aankomende zaterdag om 8 uur. Komt deze nieuwe map online. Dus daar kunnen we ze ook weer op trollen. Dit is een Ice Factions. Ja, ze hebben dus iets nieuws. Ice Factions of zo. Geen idee. Ja, wij spelen eigenlijk nooit echt Factions. Ik weet niet zo goed hoe het werkt, maar mensen die het wel spelen... Ja, dus je kan het hierop spelen. Wij gaan in ieder geval op een andere Faction. Weet die owner ervan dat we de perms gaan gebruiken? Voor je een eerlijk antwoord of een... Ik wil graag een heel eerlijk antwoord. Is hij van op de hoogte dat wij nee, de perms op een... Niet. Oh my god, gast. Dit kan de laatste video hier zijn. Oh, ik moet even dit uitzetten. Notify off. Ja, dit kan wel echt de laatste video hierop zijn eigenlijk. Kan je met hier open aan het vliegen. Leg jij het idee eens van vandaag uit, Dave? Ik heb hier mogelijk speelbottles op. Drop party! Stop, Stephanie. Oké, dat gaan we niet doen. Oké, wat wij gaan doen, wij hebben dus dit. Ik heb game mode. We hebben OP gekregen op deze week. Ja, Jun heeft mij dus een kit gegeven. We mogen van de owner, mogen we trouwens voor jullie kijkers ook wat weggeven. De mensen die hier opspelen. De Immortal Ranks die hier links op het scorebord staan. Die mogen we vandaag weggeven. En die gaan we denk ik aan het einde van de video weggeven. Dus blijf zeker weten kijken. Zorg dat je abonneert op ons kanaal, al vind je dit nou leuk. En laat alvast even een dikke vette like achter. En dan gaan we kijken of we de 10.000 likes kunnen halen. En waarom is dit kapot, Gino? Waarom heb jij links een scorebord? Ik heb hem rechts. Nee, niet. Zijn ik links een scorebord? Ja. Nee, ik bedoel links in de tablijst. Oh mijn god. Luister. Het plan is als volgt. Wij gaan met deze OP gear. Ja, dit OP gear voor alleen mensen die permissie. Deze kit is alleen voor mensen die OP hebben. Daarmee het ook een OP kit. Haha. Wij gaan mensen zijn faction binnendringen. Wij gaan daar uit Vanish. Tenminste, wij gaan er gewoon in Game Mode 3. Ja, ik zie je keer. Maar we gaan in Game Mode 3 in. We gaan uit Vanish. En dan gaan we in Game Mode 1 gaan we hun proberen te killen. En hun kunnen ons niet killen. Dus we gaan keihard staff op you zijn. Oké, ja, we gaan gewoon keihard onze permis gebruiken om dit keer mensen te killen. Ja, we gaan mensen boos maken. Gaan we de mensen sorry zeggen tegen hun op het eind? Geen idee, als ze lief tegen ons zijn wel. Dan schrijven ze wel een kit. Iemand zegt in de chat. Gast, dat kan je niet zeggen. Immortal Rank kan je trouwens niet kopen, die kan je alleen krijgen. Wie zegt dat, Gino? Oké, doe Game Mode 3 naar MTP, ja. Game Mode 3 is waar staat hij? Hij staat op een andere span. Vrouw... Wat is dit? Ultra Zombie King Boss. Oh, dit is een soort boss battle, volgens mij. Kom dan, Gino. Hier, TP naar mij, slash GMC. Oh, kijk, hij kan ons niet slaan, maar wij hebben wel. Waarom heb je allemaal kippen? Is hier ze eentje? Oh, er zijn er twee. Oh, dus nu wordt ze boos. Dit heeft 8 PvP volgens mij. Ik weet niet. Let op, zo komt Game Mode 0 dan? Komt Game Mode 0. Oh nee. My god, ze kunnen ons niet slaan. Ze gaan niet zo. Kijk dan in de chat: God Mode. Oh, serieus? Ja, zeggen God Mode. Die Motti zegt het zelfs. Oh nee. Oké, wacht, gast. Je kan bijna niks zien door het vuur. Wacht, Gino, oké. Kom mee, Gino, kom even Waarom ga je die gewoon in creative? Dat is de hele spel. Blijf hier staan. Nee, we gaan gewoon zo vechten. Dat is leuk, want ze kunnen ons niet slaan. Dus we gaan ze helemaal stressen. Oké, kom dan. Zit je ook in Game Mode? Ja.
Ik zit in game mode, oké, kom op. Laten we ze gewoon killen met game mode. Kill ze met game mode, kill ze met game mode. Ze, we zitten in die hoek, want ze moeten dit protecten. Waar is de king shit, of... je moet niet de hoek slopen, shit. Nee, dat kan alleen met je zwaard kan je niks slopen hoor. Gastje, sloop die map, maat. Sorry. Ik no combat, slash pt, stop. Oh, die mensen worden lijp hier, hè, weet je. Deze mensen worden echt boos. Soms gaat er sowieso staf komen die denken, wat doen jullie hier? Stop abusing, zeggen ze, scare. Oh, shit. Ik heb deze gast afgeslagen. Ik ben even de span opnieuw aan het maken, hoor. Even aan het repareren, zo, dat is gedaan. Deze gasten worden zo boos op ons, hè, dat weet je. Er is nog 12 seconden left, er is nog 12 seconden left. Sla hem eraf. Er is nog 12 seconden eraf. Nog 12 seconden. Zegt, oh mijn god, ze zijn zo boos, jongen. Nog 6 seconden, sla hem eraf. Het is een 6 seconden of zo. Ja, maar dat is iets anders. Dat is de eindbaas verslaan. Ja, dat is dit toch? Oh, ze hebben wat gepakt. Kijk, nu gaan ze weg. Oh, nee. Ja, zie je? Dit is wel die eindbaas. Dat is onze reward. Oh nee, ze stressen hem echt heel erg. Hij heeft ook speedpost. Hij heeft speedpost in Gino. Nee, gast. Zullen we gewoon slash speed 3? Zullen we naar het volgende slag? Doe speed 3, doe speed 3. Gaan ze gewoon vechten nu. Let's go! We hebben nog net geen hexa, maar we gaan gewoon zwaar onze permis gebruiken. Oké. Okay. Deze hebben een lesje wel geleerd, want die waren aan het schelden. Oh joh, okay, kijk onder de grond. Wat? Te pijn naar mij, kijk waar ik ben. Oké, laten we naar het volgende slachtoffer gaan, die helemaal gaat stressen omdat ze... Ja, ik heb er al eentje, Oh joh, die heeft hier 100.000 spawners, maat. Deze gaan ze gewoon te vliegen. Hij zegt, hey, dickhead, don't PvP in god mode, zegt wie zegt dat? Mij. Ja, die Vaurai. Ga er weer heen. Die gast wordt boos, deze gast wordt helemaal para. Deze guy wordt echt mad. Ja, ik ga gewoon in game mode nog een keer. Oh, dat kan niet meer. We gaan TP'en. TP hier buiten zijn base. Ja, we TP'en, ja, maat. Oké, okay, dit gaan we doen. Hé, hey, niet ons beledigen, maatje. Normaal doen. Oké, hoe heet die gast? Vouwer of zo, hè? Vouwer. Papiervouwer. Slash S. Papiervouwer. Oké, wacht, we moeten verder weg. Waarom kan ik hem niet slaan? Hij heeft spamprotectie, wacht even. Ja, nu. Ja, pak hem. Ja, lekker, maat. Nu. Ja, pak hem. Die moet je gewoon klappen. Niet vliegen, dat geeft helemaal niks. Zware stap aan Mews. Ja, wat? Hey, je schaalt. Oh, hij heeft een maatje gehaald. Oh, hij heeft een maatje gehaald. Ja. Ik ga gewoon hen slaan, hoor. Dit is een hero. Not all heroes wear capes. Ja. Let's go, boy. Let's go. Ze gaan ook gewoon echt vechten. Hij gaat ook gewoon zo'n maatje halen hiervoor. Gast, inderdaad. Wat heck. Hij lekt eruit, deze gast. Ja, hij lekt er volgens mij echt uit. Ja, maar dan moet je met mij niet uitschelden. Je moet wel lief tegen Deze gast is boos. Hij zegt, you ain't killing shit. Wat zegt hij allemaal? Deze gast wordt legit boos. Kijk in die chat hier. Oh, hij zegt, pak me nou, shitter, zegt hij. Pak deze hero, Gino. Pak hem. Focus op die hero, gast. We gaan hem gewoon inbouwen met Berks. Wat dacht je daarvan? Laat het ook gewoon extreem doen, maat. Dan gaan we gewoon... Oh my god. Ja, slash dat is een barrier. Ja, nu gaan we hem pakken ook, maat. Stop abusing, zegt hij. We zijn nou niet aan het abusen. Oh, die echte owner is ook online. Ja, de echte owner is ook online. Oh shit, Stefan. You shitter, zegt die gast. Je PvP't in god mode. Ja, ik heb hem getp'd. Gino, kijk. Gino, hier. Doe één blokje slopen, dan kunnen we hem killen. Ja, nee, kom hier boven hangen. Hang hier boven. Kunnen we van vier slaan? Ze gaan eruit. Kijk uit. Ik doe barriers opplaatsen. Kom hier achter dan, slash game mode 3. Slash GMC. We gaan vanaf in de barrier. Gast, dit is stoppen van abuse. Ja, we zitten in de barrier. Zitten we hun te PvP'en. Oh my god, ze kunnen er niet uit enderpearlen. Want dan gaan ze dood in de border. Kan je in enderpearlen? Oh, dit kan echt niet. Dit is echt de ergste abuse die je maar kan doen. Ja, dit is echt de ergste abuse die je maar kan doen. Kan ik enderpearls gooien? Oh, dat kan niet. Je kan geen enderpearls er doorheen gooien. Die mod zegt, hier is f***ing abusing. Echt? Ja, gast. Oh, die helper. Ik zeg, skeer is de abuse. Hij zegt, die helper zegt, skeer abuse niet. Wat ga je doen? Ja, en nu jongen, en nu. Nu kan je ook niet terug, hè? Ja, en nu. Ik zeg, het is payback. Hij zegt... Oh, dan gaat het helemaal para in de chat. Wacht, gast. Oh, dat kan je niet zeggen. Dat kan je echt niet zeggen. Kom, we gaan het duiden. Kom. Can you guys stop, wordt er gezegd door de staf. Dat zegt die mod. Oké, stop, gast. Laat hem eruit. Oh, die helper moest hem carryen. Easy. Lekker hoor. Zeg, go away, fast. Wegwezen. Hoppa, oh kijk, what the fuck. Wat zeggen jullie in die chat? Deze mensen worden helemaal para, hè? Echt niet, gast. Oh, wie heeft jou OP gegeven, zegt hij. Oké, Gino, kom. Ze worden helemaal gek, gast. Dit is echt een toppunt van abuse. Deze mensen worden echt zo boos. Oh nee, kan je echt niet maken, dit. Oh, en besef dat die owner nu online is en we hebben het hem niet gemeld dat we dit... gingen doen. Oh shit. Wie is die ET? Oh ja, hij is mod. Hij is mod, Hij is wel een spectator. Oké, we hebben hier nog even één mooi bericht voor de mensen die boos werden op de server.
H-U-I-L. Wat staat er, Stefan? Wat staat er? Voor mij staat er huilen. Nee, grapje natuurlijk. We gaan even sorry zeggen tegen deze mensen. Ik ga mijn verbonden appels zo teruggeven. Ja, laten we dat gewoon nu doen trouwens. Ja, dat gaan we wel gewoon nu doen. /p Vaurai. Oké, laten we netjes wat spulletjes geven om sorry te zeggen. Dus hier, halve stack enchanted, halve stack enchant. Oh, gooi ik nou van de border af? Oké, we hebben nu zo een paar spulletjes gegeven. Sorry jongens en meisjes. Ik weet dat ze boos zijn geweest, maar we moeten ook weer goed maken. Omdat het anders een beetje zielig is. Het is tenslotte natuurlijk control. Dus ja, dan hoor je niet mensen expres boos te maken. Ik hoop dat ze ons gaan vergeven. Sorry nogmaals. Als je nou leuk vond, laat een dikke vette like achter. Abonneer zeker niet op ons kanaal hier beneden. En zet even dat belletje aan. Volg mij en Gino ook op Instagram. Staat die bovenaan in beeld. En staat ook in de beschrijving. Dus volg ons streefjes op. En oh ja, we hadden natuurlijk aan het begin van de video gezegd dat we een Immortal rank gaan weggeven. Ook die dus deze gast heeft die we net hebben geprankt / getrold. Je kan deze rank winnen door alleen even je microfoonnaam in de reacties te zetten. En dan kies ik eind deze week iemand uit. Dus laat het eventjes weten. Ik denk dat ik zelfs zondag iemand uitkies. Na de livestream zondag. Dus ja. Laat even je Minecraft nog achter in de reacties en dan kies ik iemand uit die een Immortal rank gratis op deze server krijgt. Woe! Dus daar komt even je Minecraft naam. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!